De Anton de Kom Universiteit van Suriname organiseert van 10 tot en met 12 november de kennisbeurs Wetenschap en Samenleving. De beurs wordt gehouden in het kader van het 50-jarig bestaan van de universiteit op 1 november volgend jaar. Het doel is om kennis dichter bij de samenleving, het bedrijfsleven en het overheidsbeleid te brengen. Op de beurs zullen de producten van de universiteit te zien zijn. Verder zal er voorlichting gegeven worden en er zullen culturele evenementen, workshops, cookouts en demonstraties worden gehouden. Jack Menke, voorzitter van het universiteitsbestuur, vindt dat er veel meer kennis gedeeld moet worden met de samenleving, zodat die meer inzicht krijgt in wat de universiteit doet. Wat is nu de rol van kennis? En waarom is er toch een noodzaak om een kennisbeurs te houden? Ik wil in de eerste plaats aangeven dat onwetendheid en overheersing van allerlei, noem het beperkte benaderingen over wetenschap en de betekenis van kennis voor ontwikkeling, dat je die toch zowel binnen de universiteit, maar vooral daarbuiten hebt. En we willen dus nadrukkelijk aangeven dat anno 2017 kennis de motor is geworden van ontwikkeling binnen het wereldbestel. Was het 50 jaar geleden, of 60 jaar terug, nog de auto-industrie, de gewoon traditionele industrieën die eigenlijk de belangrijkste motoren waren achter ontwikkeling binnen de wereldeconomie. Het informatietijdperk dat in de 70er jaren van de vorige eeuw in sneltreintempo zich meester heeft gemaakt van de wereld. We zijn op de digitale snelweg gekomen. Tezamen met de telecommunicatierevolutie. Die hebben eigenlijk samen en in interactie met kennis gemaakt dat die eigenlijk, noem het economisch, de belangrijkste productiefactoren zijn geworden. Tot zover Jack Menke, voorzitter van het universiteitsbestuur. De Anton de Kom Universiteit organiseert van 10 tot en met 12 november de kennisbeurs met als thema Wetenschap en Samenleving. Dit in het kader van het 50-jarig bestaan van de universiteit op 1 november volgend jaar.